Ik zit hier met Bas Kapitein. Je bent directeur bij Midpoint Brabant. Daar zitten we nu ook, hè? Te midden op de hele vloer eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. En jij bent een soort van schakel tussen de onderwijsinstellingen, overheden, bedrijfsleven. Je wil eigenlijk het liefst dat het allemaal zo goed mogelijk samenkomt en dat er zoveel mogelijkheid voortkomt. Om het even heel kort te duiden. Klopt, ja. Midpoint Brabant is een samenwerking, structurele samenwerking van de overheden in de regio Midden-Brabant, onderwijs- en kennisinstellingen in deze regio, het bedrijfsleven en in toenemende mate ook maatschappelijke partners in de regio. En wij maken ons druk over een positieve ontwikkeling van de economie en samenleving in deze regio. Altijd goed om hier daar druk over te maken. We gaan het vooral hebben over de toekomst van de universiteit, de rol die de universiteit zou moeten hebben. Maar even kort, hoe gaat het nu, de samenwerking met de universiteit? Nou, de samenwerking gaat eigenlijk heel goed, is heel intensief. Concrete voorbeelden daarvan zijn dat de huidige rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg ook vicevoorzitter van het bestuur van Midpoint Brabant is. Maar talloze vertegenwoordigers van de universiteit nemen deel in de programma's en de projecten. En ook in de dienstverlening richting start-ups en MKB'ers die we in de regio Midden-Brabant vormgeven. En om dan even wat voorbeelden te noemen, wat levert het zoal op? Nou, we hebben bijvoorbeeld een intensieve co-productie, wat ik al zei, ten behoeve van de begeleiding van startend ondernemerschap in onze regio. Startend ondernemerschap wat voortkomt uit studentondernemers die verbonden zijn aan de Universiteit van Tilburg. Maar ook uit andere invalshoeken ontstaat dat ondernemerschap en daar werken we zeer intensief op samen. En wat voor ondernemers moet ik dan denken? Wat voor startend ondernemers zijn er zoal? Nou, het mooie aan deze regio is denk ik, we hebben niet een heel scherp high-tech profiel bijvoorbeeld, zoals sommige andere regio's in Brabant dat hebben. Wij hebben veel meer een profiel in het alpha-gamma spectrum, het verbeteren van de samenleving. En niet alleen het begrijpen ervan, maar ook het verbeteren ervan. Dus de businessmodellen die hier ontstaan en het startend ondernemerschap wat hier ontstaat, je ziet dat ook in toenemende mate het verschil wil maken voor een betere samenleving. Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld met nieuwe digitale oplossingen of datagedreven businessmodellen. Dus vanuit die invalshoek zie je startend ondernemerschap ontstaan. En mooi is ook om te zien dat startend ondernemerschap ook steeds beter verankerd raakt in de regio en ook weet uit te groeien tot gevestigd MKB. Dat is uiteindelijk wat je wil natuurlijk. Ja. Dat is wat we willen en hopen. Nou ja, Bas, als ik het zo hoor, dan lijkt het een geoliede machine. Loopt het allemaal wel, maar we willen toch vooruitkijken en vernieuwen en verbeteren. Zijn er verbeterpunten? Ja, ik denk dat die er ook wel zijn. De samenwerking is goed, wat ik al zei. We weten elkaar goed te vinden. Maar misschien ook nog iets te zeer op projectbasis georganiseerd en iets te ad hoc. Dat kan wat structureler met lange termijn doelstellingen en waar we gelijk over denken. En waar we ook een overtuigde keuze in maken en die ook langjarig vasthouden met elkaar. Kan je een voorbeeld noemen? Wat is nu dan heel erg ad hoc? Dat is moeilijk. Enerzijds is dat het mooie aan de huidige samenwerking, dat we op projectbasis goed samenwerken en ook concrete resultaten behalen. Ik noemde net al het voorbeeld van het begeleiden van startend ondernemerschap. Maar je wil daar wat meer structuur in aanbrengen. En wat ik al zei, wat echt beter zou kunnen, is dat we het eens worden over die stip op de horizon. Waar werken we naartoe? En dat gaat verder dan alleen de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het onderzoek. Die zijn evident op hoog niveau bij de Universiteit van Tilburg. Maar de wijze waarop we ook de fundamentele kennis en expertise van de Universiteit van Tilburg toepasbaar en bruikbaar en tot effect weten te brengen in de regio. Daar kunnen we met z'n allen wat steviger de schouders onder zetten, denk ik. Ik hoor je zo mooi zeggen, het zou mooi zijn als we het eens worden. Daar zijn jullie het op dit moment dus niet over eens. Nou, ik zou niet willen zeggen dat we het niet eens zijn. We zijn volop in gesprek. En ik heb het idee dat we steeds dichter bij de kern komen. Maar deze regio, en dat meet ik niet alleen de Universiteit van Tilburg aan. Dat geldt voor alle stakeholders in deze regio. Staat er niet per se onbekend dat ze heel goed is in het maken van keuzes en vervolgens die keuzes ook langjarig vol weet te houden. En voor het verkrijgen van een wat scherper profiel, waar maken wij nou verschil vanuit dat enorme kennispotentieel wat er ook verbonden is aan de Universiteit van Tilburg, maar ook aan andere onderwijs- en onderzoekspartners in deze regio. Daar zouden we wat strakker in op mogen treden. Moet je keuzes maken, langjarig vasthouden. Ja.
Ik zit hier nu met jou. Jij mag vanuit jouw expertise zeggen wat jou betreft voor keuzes gemaakt moeten worden. Waar zit jij zelf aan te denken? Wat heeft Midpoint Brabant nodig van de universiteit? Welke keuze moet er gemaakt worden? Nou, ik denk dat we in het verleden te veel het onderscheid maakten tussen economie enerzijds en samenleving anderzijds. En dat de kennis en kunde die we zien op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen al te zeer alleen maar in verbinding werden gebracht met de maatschappij en het verbeteren van de samenleving. En in veel mindere mate met verschil maken voor de economie. Ik denk dat het de hoogste tijd is die schotten daartussen weg te halen. Wat goed is voor de samenleving is goed voor de economie. En wat goed is voor de economie is goed voor de samenleving. Laat nou juist het kennisprofiel van de Universiteit van Tilburg, Alpha Gamma, mens- en maatschappijwetenschappen, een enorme aanvulling zijn op de high-tech ontwikkelingen die ook in Brabant zo mooi naar voren komen. In de regio Eindhoven onder andere. Die twee dingen die zijn eigenlijk niks zonder elkaar. High-tech is mooi, maar op zichzelf stelt het niks voor als je niet weet hoe je het toe moet passen. Of de maatschappij erop zit te wachten, welke maatschappelijke vragen je ermee beantwoordt. De combinatie van die twee, daar zit de echte meerwaarde in. En dat gebeurt nu niet? Niet voldoende? Nog niet voldoende. Dat kan beter. En ik denk dat we daar ook wat trotser op mogen zijn. Wat meer de longen vol mogen zuigen. En wat meer mogen staan voor de positie die de Universiteit van Tilburg, maar deze regio en met alle kennis en expertise die hier zit. Die positie die deze regio daar eigenlijk in heeft. En noblesse oblige. Dan mag je dat ook wat meer laten zien. En tot uiting laten komen in langjarige keuzes die je maakt. Maar ook in de programma's en uiteindelijk de projecten waarin je samenwerkt. Zou er in de modules zelf binnen de universiteit ook wat moeten veranderen? In hoe de studenten aan het leren zijn, onderzoeken zijn of de wetenschappers. Moet daar nog iets in veranderen? Ja, ik vind het moeilijk om dat te zeggen, maar ik denk dat wat ik daarover zou kunnen zeggen is dat het misschien ook soms te maken heeft met curricula en doorlooptijden en ook doorlooptijden van onderzoekstrajecten. Ja. Die MKB'ers waar we het net al over hadden, die hebben vaak nu een vraag en willen daar heel graag op korte termijn een antwoord op. En dat matcht niet altijd met langjarig fundamenteel onderzoek. En ik denk dat ook daarom de samenwerking van de universiteit met het HBO en het MBO onderwijs een hele belangrijke is. Omdat je zo ook in doorlooptijden van oplossingen die je met elkaar probeert te creëren, dat je die zo kunt bekorten en meer kan laten aansluiten op de actualiteit van de MKB'er. Dus zie je eigenlijk meer een intensievere samenwerking tussen de universiteit, HBO en de MBO, in plaats van dat de universiteit zelf misschien ook moet kijken naar of er misschien verschillende onderzoeken gedaan kunnen worden waarbij de looptijden verschillen, waardoor er beter aansluiting. Beide, denk ik. Dus die samenwerking tussen die verschillende onderwijsinstellingen en niveaus is een hele belangrijke. Een andere belangrijke, maar dat hangt daar wel mee samen. De Universiteit van Tilburg staat in ieder geval bij mij bekend als een universiteit die sinds jaar en dag enorm investeert in de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. Ja. Dat is fantastisch. Dat is de basis. Dat zijn natuurlijk de twee kerntaken waar je als universiteit voor staat. Maar wat ik zo mooi vind om te zien, en daarom ben ik ook zo hoopvol naar de toekomst toe, is dat de laatste jaren ook steeds meer gekeken wordt naar, oké, dit zijn wij nationaal, dit zijn wij internationaal. Maar we willen ook regionaal verschil maken en verbonden zijn. En in coalities verschil maken. En dat er dus ook in die derde kerntaak van de universiteit, namelijk kennistransfer, impact hebben op de economie en de samenleving in je directe nabijheid. Dat je daar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor ziet. En ik denk dat dat een hele goede keuze is. Die misschien in het verleden wat minder gemaakt werd. Althans, ik zag het wat minder. En die ik de laatste tijd in toenemende mate gemaakt zie worden. En dan sluit het automatisch via dat ondernemerschap. Sluit dat fundamenteel onderzoek en die social sciences meer aan op de actualiteit van de dag. We hadden het net al even over de bescheidenheid. Ik hoor dat vaker terug in de gesprekken. Brabantse bescheidenheid misschien ook wel.
daar zie jij ook nog wel een rol weggelegd om nog het een en ander te gaan veranderen, toch? Ja, zeker. En ik weet niet of ik helemaal degene ben om dat aan te vragen, want ik denk dat ik zelf ook die inborst van huis uit heb meegekregen. Daar is niks mis mee. Ik ben ook Brabander. Ik herken het helemaal. Ja. Geboren, getogen Tilburger. Er wordt veel over gezegd. Wij juichen met de handen in de zakken. Feestjes vieren, daar zijn we best goed in als het op carnaval aankomt. Maar het vieren van successen, dat doen we veel minder. We hebben niet zo de neiging om onszelf op de borst te kloppen. Dat hebben we goed gedaan. Sterker nog, we hebben veel meer de neiging om intern met elkaar te kijken van wat kan er beter. Daar waar je andere regio's om ons heen af en toe ook gewoon even ziet stilstaan bij jongens, maar dit hebben we voor elkaar. Laten we dat nou eens ook even benoemen, durven benoemen en daarvoor opstaan. Want dat hebben we ook niet zomaar voor elkaar gekregen. Het is ons niet aankomen waaien. En als we dat wat meer uitdragen, dan gaan we misschien ook wat meer geloven in de kracht van die samenwerking. En dat heeft, als het goed is, stel ik me zo voor, ook tot gevolg dat we effectiever worden in het vergaren van lobbykracht en beleidsaandacht en middelen. Niet omdat geld een doel op zich is. Maar zonder kom je ook niet verder. Nee, als wij onze belangrijke onderzoek... Is dat nu een probleem? Ik denk dat het nu een uitdaging is, zeker. Ik denk dat als je onze regio vergelijkt met andere regio's, dat andere regio's beter erin slagen al om externe financiering op te halen voor de inhoudelijke doelen die je met elkaar... Zoals Eindhoven bijvoorbeeld. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Eindhoven heeft natuurlijk een heel scherp profiel, duidelijke keuzes gemaakt. Dat zou ik aan toe kunnen voegen, daar zijn die keuzes ook niet zo ingewikkeld. Hè? Als je een technische universiteit hebt en Philips en ASML binnen je gemeentegrenzen hebt, dan hoef je niet lang te discussiëren over wat het profiel van die stad en regio is. Hier ligt dat wat minder voor de hand. En hebben we wat langer gedaan om te komen bij het punt, die mens- en maatschappijwetenschappen, die social sciences, via ondernemerschap tot effecten maken voor de maatschappij en de economie. Daar zit iets, daar zit een enorm potentieel. En zeker in de tijd van missiegedreven innovatiebeleid, brede welvaart, iedereen heeft daar zijn mond over vol. Het gaat steeds meer over maatschappelijke uitdagingen in plaats van puur sec economische meerwaarde realiseren. Nou, juist in die tijd is kennis van mensen en maatschappij en van gedrag en van economie en ondernemerschap van vitaal belang. Bas, mag ik jou heel erg bedanken. Heel graag gedaan.